Beste luisteraars, dit is Wouter de Polkeman met een kort eerbetoon aan Jan de Vries, oprichter en orkestleider van orkest Ellen en de Moodmakers. Jan is afgelopen week op maandag 8 maart 2021 op 86-jarige leeftijd overleden. Ik mocht als fan van deze muziek graag naar Jan's verhalen luisteren over zijn tijd in de muziek. Er zullen ook veel mensen in Hoge Zandstappenmeer zijn geweest die muziekles hebben gehad van Jan. We gaan als eerste van start met hun bekendste hit, Klavertje van 4. Het duurde ongeveer 9 jaar voordat de muziek werd uitgebracht op plaat. Jan en Ellie hadden elkaar ontmoet in het café van Jan zijn vader in hun woonplaats Zuidbroek. Het eerste optreden gaven Jan en Ellie in 1961 in Assen, samen met Dick Nieborg die ook uit Zuidbroek kwam. De naam Moodmakers was geboren. In het begin speelde Ellie alleen accordeon, maar toen ze ging zingen werd al snel haar naam omgedoopt tot Ellen. De toenmalige eigenaar van het Sprookjeshof vond Ellie te kinderachtig klinken. In de jaren 60, 70 en 80 groeide ze op tot een van de bekendste bands uit het noorden. Ook ver buiten het noorden en over de grens was het een veelgevraagd orkest. Deze opname komt uit 1977, live opgenomen in Hotel Struvé te Sappemeer. Ben jij alleen vannacht? Rode wijn, wat zou dat heerlijk zijn?
was ongewoon. Een stem die ik niet herkende, een man die mij verwende, sprak zachtjes op een heel verliefde toon. Ben jij alleen vannacht? Ik hoop dat je op me wacht. Wij zullen samen zijn, we drinken rode wijn. Wat zal dat heerlijk zijn? Ik zat vroeger bij je in de klas. Ben jij alleen vannacht? Ik hoop dat je op me wacht. Wij zullen samen zijn. We drinken rode wijn. Wat zal dat heerlijk zijn? Verschillende muzikanten hebben meegewerkt aan het orkest, waaronder Harry Wijtes, Harry Meijer, Remy Huiting en tevens bekend in Hoge Zandsappermeer, John de Beer. De eerste vinylsingle kwam uit in 1970 bij platenmaatschappij Telstar, die ook twee LP's van Ellen en de Moodmakers uitbracht. Jan vertelde dat ze altijd een aantal nummers meekreeg van Johnny Hoes die ze op het podium moesten uitproberen. De nummers die het meest aansloegen bij het publiek zouden ze gaan opnemen in de Telstar-studio. Qua instrumenten werd er nog wel eens wat toegevoegd aan de opnames. Zo is er meestal wel een gitaar te horen in de Telstar-opnames, maar het orkest bezat in die tijd geen gitarist en maakte live gebruik van orgel, bas, drums en blazers. De eerste single uit 1970 droeg de titel Rode rozen staan voor mijn raam, met als B-kant Mijn zonneschijn.
Eind jaren 70 richtte Gerard Jonker het legendarische theater-revue-gezelschap Gein Express op, waarmee Ellen en de Moodmakers met Gerard Jonker en goochelaar Willy Magnetica volle zalen trok. Ook speelde Jan met Willem Huisman als accordeonduo de Wieksons. We gaan luisteren naar een opname van dit accordeonduo, ook opgenomen in 1977 in Hotel Struve.
Jan heeft verschillende nummers gecomponeerd en opgenomen. Hij was veel in zijn studio aan het werk en had veel verstand van het muziekprogramma Cubase. Hij was erg kundig met de muziek en vertaalde ook veel muziek naar muziekschrift. Vroeger waren er nog geen orkestbanden en werden solo-artiesten live begeleid door muzikanten. Wanneer dit aan de orde was, schreef Jan deze muziek uit voor het hele orkest, zodat ze de artiesten konden begeleiden. Jan kon vele namen opnoemen van bekende artiesten waar ze ooit de muziek voor verzorgd hebben. Ellie vertelde daarop trots dat ze in het verleden ook veel koorwerk verzorgde, bijvoorbeeld voor een single van Danny Christian. We gaan nu luisteren naar een opname uit 1986. Toen bestond het orkest 25 jaar. Stemmen der Wind. Outside.
Tot slot van deze ode aan Jan de Vries, bandleider van orkest Ellen en de Moodmakers, draaien we een opname uit Jan zijn eigen studio. Dit is zijn versie van het instrumentale nummer Tico Taco.